Het werk dat mij het meest heeft aangesproken is World at Work, omdat het ten eerste gemaakt is met computerbeelden en met aan de hand van computer, maar voornamelijk omdat het weergeeft, of mijn idee heeft gegeven, hoe dat de wereld in elkaar zit, met andere woorden, hoeveel mensen er tegelijkertijd aan het werk zijn. En wat mij opgevallen is, ik dacht altijd dat de wereld constant in werk was, maar blijkbaar zijn er ook rustmomenten. Op bepaalde momenten van de dag werkt men in de wereld, op andere momenten van de dag slaapt men en rust men. Wel, het is inderdaad nog zo dat bij de meerderheid van de mensen nog altijd het beeld ophangt, of dat men altijd het beeld heeft van 9 tot 5 ga ik werken, van maandag tot vrijdag ga ik werken. Wij leven meer en meer in een globaliseerde wereld, waardoor ik dus dacht dat inderdaad meer en meer mensen ook 's avonds, 's nachts, in het weekend werken. Je ziet dat het aantal weekendploegen, het aantal nachtploegen stelselmatig toeneemt. Maar blijkbaar, als je dat dan op wereldschaal bekijkt, is toch nog altijd een klassiek patroon aanwezig, 9 tot 5, dan wordt er nog altijd het meest gewerkt. In de wereld waar ik professioneel in omga, werken wij met spreadsheets, grafieken, datacharts en dergelijke meer. Dat zijn de klassieke voorstellingswijzen. En hier zie je natuurlijk wel een aantal facetten met betrekking tot werk en tot arbeid die op een andere manier gevisualiseerd worden. Vandaar dat World at Work mij ook zo aansprak, omdat je dus een keer op een andere manier cijfers gepresenteerd krijgt. Ja.